zijn, om voor u van te zijn? En als je dat niet bent, waarom ben je het niet en hoe word je dat? Ik wil wel om de gedachten te bepalen wat dingen zeggen over definities, over institutioneel racisme, alledaags racisme. Het concept dat ik zelf gebruik, dat is het Nederlandse culturele archief. Daar ga ik het heel centraal over hebben. Het Nederlandse culturele archief en wat daarin zit. Dat is wat tussen onze oren zit op grond van 400 jaar koloniaal verleden. Leven waar mensen ook bereid zijn om te zeggen van hé, hier gebeurt iets. En dat zien we wel eens terug.